kijken naar hoe schattig dit is. Dit wil je toch hebben? Oh, het staat hier trouwens gewoon. Het is hem. Oh jongens, dit is zo jammer. Ik heb hem aan. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Ik heb nu bij Kerstin besteld. Pakketje, dat is van Douglas. Als eerste heb ik een elf cleansing balm. Ik zag dat een keer op TikTok en het is een soort van om je make-up eraf te halen. Maar dan een soort van balm. Leg je balm uit. Het ziet er alleen al, oh je hebt ook zo'n ding, het ziet er zo leuk uit. En dan kan je gewoon je make-up eraf halen zonder dat je micellairwater hoeft te gebruiken. Oh, dit is het al. Oh, dit is gewoon een soort van vaseline-achtig of zo, denk ik. Dit smeer je dan eens op je gezicht en dan wil je er met je water bij. En dan kan je zo je make-up er soort van af laten smelten. En dan heb ik een MAC lippenstift gekocht. Ik dacht dat MAC veel duurder was, maar het was echt maar is van 12 euro of zo. Ik dacht dat MAC lippenstift echt 100 euro was per stuk of zo. En dat kan ik meteen van laten opdoen. Oké, ik heb de kleur 608 Mer of zo. Ja, ik ben heel slecht in een goede kleur vinden. Want ik heb al rood, maar ik wil een beetje nude of zo. Maar ik weet niet hoe je dat... Dit is gewoon weer rood. Of ben ik nou dom? Oh, het ziet er wel heel mooi uit. Oké, ik ben heel slecht in lippenstift opdoen. Oké, ik heb twee pakketjes binnen. Eentje is per ongeluk al open, maar het was foundation, dus ik had hem echt nodig. Maar ik zal hem eventjes opnieuw uitpakken. Ik zit trouwens in mijn pyjama, dus let er maar niet op. Deze is van Madara. Dit is een merk dat ik zelf helemaal niet kende. Maar ik had daar ooit een samenwerking mee. En toen dacht ik van, nou, een nieuw make-up merk. En daarna dacht ik, nou, het is prima foundation, maar verder niet meer echt gebruikt. Want ik had ook gewoon andere foundation natuurlijk. Toen was mijn normale foundation op en toen dacht ik van, oh ja, ik heb deze nog, dan ga ik die maar gebruiken. En toen merkte ik dat het echt gewoon letterlijk de perfecte foundation ooit is. Kijk, je hebt dit en dit is zo'n pompje. En je hebt er ook een met zo'n tubetje. Maar dat zijn volgens mij gewoon precies dezelfde. Maar ik vind deze dan wat fijner. En ik hou er echt van. Ja, het heet Skin Eagle Soft Glow Foundation. En ja, deze kleur is ook echt perfect voor mij. Maar je ziet hier gewoon niet die korreltjes op je huid. Het is gewoon helemaal glad. Ook als je het zeg maar... Oké, let op. Als je dit opdoet... En ik blend het nu uit. Je ziet bijna niet eens dat het wordt uitgeblend. Het is gewoon ineens zit het gewoon een soort van in je huid getrokken. Dan een pakketje van Notino. Volgens mij is het gewoon een soort van beauty site. Als je nergens anders het product vindt wat je wilt hebben, dan kom je op zo'n site terecht. Oh, het zit ook in een nailzakje. Het is nailnagellak. Ik had deze echt altijd. En die had ik ooit gewoon bij de Kruidvat gekocht. Maar hij is er daar niet meer. Dus ik heb toevallig mijn nagels net gedaan met andere kleuren. Ik zat mijn oude YouTube video's laatst terug te kijken. En toen deed ik deze nagellak op. Toen dacht ik, oh my god, hoe mooi. Ik hou gewoon van deze kleur. Zo fel roze. Oké, ik heb hier een pakketje binnen van Douglas. Alweer, volgens mij. Oh, wat ben ik dom. Dat heb ik net gekocht. Een Ordinary Haar Serum. Oh, waarom ben ik... Dat heb ik letterlijk net in gekocht. Maar dan Rosemary Oil. Want dat zou goed moeten zijn voor je haar. En zodat het sneller groeit. Maar ik had er ook al even besteld. Ja, weet je, dan proberen we er gewoon twee tegelijk aan. Oké, hier achteraan heb ik eigenlijk meteen even een soort van shoplog van wat ik allemaal in de winkel heb gekocht. Ik weet niet of dat er echt bij hoort, want het is niet besteld. Maar ik dacht, ik laat het ook meteen zien. Want ik wat bij de Kruidvat waren er allemaal acties van 50% korting. En we zijn echt langs drie verschillende Kruidvat was geweest. Als eerste heb ik een soort van primer, pore minimizing serum. Die was trouwens niet 50 cent, dat was gewoon bij de normale. Dan had ik nog even, dit was ook niet van de 50 cent, maar zulke wenkbrauw ding. Want ik heb die nu in het, ik had die al in het donker. Maar ja, ik heb van mezelf wel gewoon donkere wenkbrauwen. Maar dat ik mijn haar nu heb geverfd, dacht ik, ik koop een iets lichtere kleur. Zodat ik dan denk dan die donkerste kleur hiervan ga gebruiken. Dan een primer, oh dit is trouwens van de HEMA. Primer van de HEMA. En die had ik eerst ook in deze. Nou, dit is dan de Glow, dit is de matte versie. Maar dan fixing spray. Dan had ik dit gekocht. Ik weet niet waarom het blauw is. Maar het ziet er gewoon leuk uit. Dan heb ik een lipgloss gekocht. Dus dit is allemaal, dit was maar 50 cent deze. Ja, is gewoon op zich wel een normale kleur. Dan deze nagellak. Gewoon een beetje heel licht beige kleurtje. Dat is ook maar 50 cent. Dan deze. Deze kleur zou ik normaal nooit doen. Maar ik heb een blazer. Deze kleur. En dan heb ik een kleur dat matcht als ik die blazer aan heb. Voor de rest weet ik niet of ik deze nagellak ooit op ga doen. Maar het was maar 50 cent. Dan nog een nagellak voor 50 cent. Maar deze is gewoon van de Kruidvat eigen merk. En dat is een beetje oud roze-achtig. Ja, en dan als allerlaatste brow gel. Maar dan ook een lichtere kleur. Maar die kocht ik. En daarna pas zag ik, kocht ik dit. Want die was niet bij die ene kruis. Dat we zijn er echt langs drie kruidvallers geweest gewoon. Oké, het volgende pakketje is binnen. En Emma is er ook gezellig even bij. Er zijn twee pakketjes binnen. We beginnen met deze. Hij is van Cult Beauty. Oh, oh mijn god. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Dit is skincare van Bioma. Of zo, Bioma. Ik weet niet hoe het heet. En dit is een soort van mini kit met allemaal dingetjes erin. Want ik dacht, stel het merk is fijn. Dan koop ik zeg maar de grotere versie ervan. Kijk hoe leuk. Oh, wat ziet dit er leuk uit. Dit is volgens mij een soort van serum. Oh, ik vind het zo leuk. Niet meer echt. Cleanser. En dit is, ja, moisturizing crème. Kijk nou hoe schattig dit is. Dit wil je toch hebben? Nog een pakketje. Ik heb dus hier nog echt geen idee wat het is. Oh, Chic Glam. Oh, dat vind ik ook. Ja. Jongens, dit is mijn Chic Glam pakketje van Shein. Met allemaal... Oké, okay, als eerste hebben we liquid contour. Oh my god, kijk hoe leuk. Dit flesje zo. En dan is dit dus contour. Maar dat is heel schattig. Nou, dat ga ik nog wel even een keer goed uittesten. Dan Starlight Velvet Lipstick. Want het is even een reclame van Emma. Oké, okay, nou dit is hem. Hij is zilver. Oké, okay, de kleur. Huh? Hij is bruin. Gaat even op Emma's hand uit de...
Ja, het is gewoon huid. Wat is het voor kleur? Kijk hoe raar. Ik wou een beetje een nude kleur. Ik kan misschien wel mengen met een andere kleur. En het voelt heel plastic. Nou ja. Dan hebben we lip liner. Ik hoop dat dit wel een beetje een normale kleur is. Ja, en wat was het ook weer met Chic Glam? Dat zei jij dat dat wel het is getest. Het staat op mijn website. Dus het is getest. Op dieren. Als goed is, nee. Dierproefvrij. Weer bruin. Ik heb weer bruin. Dat is altijd bij mij. Altijd als ik nude kleur wil, dan kies ik of een te rode kleur. Of dus gewoon bruin. Oh, wat zonde. Dit is liquid oogschaduw. Dat vond ik echt heel cool eruit zien. En ik heb 3 kleuren. Oh. Ik denk dat het een soort van, ja, wil je dat? Op het liplos lijkt. Heel wit. Oké, dit is die blush die denk ik iedereen wel kent. Het is wel heel donker. Nou, het is wel een mooie kleur. Het is wel een mooie kleur. Oh, het is wel mooi. Dit is een duo lipstick en lip liner volgens mij. En dan heb je aan één kant... Ruin. Oh, dit is wel mooi. Nee, dit is toch... En dan aan deze kant bruin. Maar dat maakt niet uit. Dit is brow gel. Ik weet niet of ik er één met een kleur had gekozen. Maar ik heb zoveel brow gels. Ik heb er laatst ook alweer in gekocht. Hè. Dit is de brow gel. Ja, het is gewoon een beetje bruin. Oké, er is een pakketje binnengekomen van Lash Babe. Ik heb namelijk nieuwe wimpers weer besteld. Ik heb nu gewoon weer even mascara op. Ik vind ook wel weer mooi hoe ik het nu gewoon heb gedaan. Ik heb ook weer mijn onderwimpers gedaan. Dat deed ik ook eigenlijk nooit meer. Maar ik denk dat ik wimpers toch wel mooier vind. Oké, er was een 1 plus 1 gratis actie. En dit zijn volgens mij... En ik heb van 1 volgens mij een extra lange lengte. Dus 16 mm. Is Classy B en gewoon 14 mm. Dit zijn dan de 16 mm. Volgens mij heb ik deze extra lang gekozen. En ze zijn ook best wel groot. Dus ik ben heel benieuwd. En dan heb ik nog een nieuwe bond en nieuwe remover. Want die waren echt op. En dat heb ik echt nodig. Want zonder... Met make-up remover krijg je die wimperlijn dus er niet van af. Dat vind ik wel echt irritant. Dat moet echt met zo'n speciaal remover. Oké, er is net een pakketje binnengekomen en ik hoop heel erg dat dit mijn Wear Beauty make-up is. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Oh, het staat er trouwens gewoon. Het is hem. Al mijn geld aan uitgegeven. Oh, dit is ook helemaal leuk ingepakt natuurlijk. Een hele kaart zit er zelfs bij. Wow, ik heb volgens mij nog nooit zo'n duur make-up merk besteld. Oké, dit zie je van de bovenkant. Oh, het zit helemaal in zo'n mooi... Wat is dit? Wow, er zit een heel tasje bij. Oké, ik heb een bronzing stick en de blush. Oké, ik begin met de blush. Oh, deze had ik dus eerst van Temu, dus voor mij ziet het er heel normaal uit, maar nu heb ik gewoon de echte Wear Beauty. Oh my god. Zie je de kleur die ik heb? Hope. Oh ja, dat is gewoon die kleur die ik overal op TikTok zag. Dus ik heb gewoon kleur Hope besteld. Oké, dan de bronzer. Huh, ziet dat er zo uit? Oh, kijk hoe leuk dat eruit ziet. Oh, hij is wel donker. Oh nee. Oh, hij is wel echt heel donker. Maar ik wou dus ook niet een te lichte kleur. Want dan vond ik het zonde om zoveel geld uit te geven als je die bronzer bijna niet ziet. Ik heb weer een pakketje binnen. Volgens mij is het van Shein. Oh, is dat echt heel raar. Shein. Oh ja, ik had allemaal leuke haaraccessoires besteld. Oké, als eerste heb ik van deze hele leuke gouden speldjes. Zo leuk. En dat kan je dan aan de zijkant van je haar. Kijk, eigenlijk wat ik nu een beetje heb, dat probeer ik nu met een elastiekje aan de achterkant na te maken. Maar ik heb dus als ik mijn make-up gewoon opdoe, dan heb ik van die clipjes en dan om je haar een beetje zo te doen. Maar ik vind dat dus ook gewoon leuker uitzien. Dus heb ik clipjes gekocht om dat ook zo te kunnen doen. Maar dan om gewoon in te kunnen laten naar school bijvoorbeeld. Oh, dat vind ik echt leuk. En dan heb je haar dus soort van toch los, maar dan net wat anders. Dan clip je het gewoon een soort van achter je oren. En dan heb ik ook nog deze. Oh, die zijn ook wel leuk. Dan heb ik een haarband. Een donkerblauwe. Ik heb nu trouwens toevallig een donkerblauwe broek aan. Dus hierbij had het eigenlijk perfect gematcht voor vandaag. Ja, ik vind donkerblauw, ik weet niet wat ik daarmee heb, maar ik vind het opeens weer heel mooi. Kijk of het leuk is. Het is echt gewoon een hele platte haarband. Dus dan heb je ook niet dat het zo bol is of dat je haar er heel raar overheen valt. Oké, ik heb een pakketje binnen van Marco Polo. Ik heb het met Klarna betaald, want al mijn geld is op. Ik zag het op Pinterest. Kijk, nou hoe leuk. Ik hoop niet dat hij extreem hij is wel extreem groot. Het is de grootste kindermaat, want ik was bang als ik het één kleiner deed, dat ik hem niet pas. 176. Wat dom trouwens, ik ben helemaal geen 1,76 meter. Maar we gaan hem aantrekken. Is dit een normale grootte? Het heeft ook nog een achterkant, of niet? Oh! Ik dacht dat het een etiketje was, maar dit hoort dus. En dit zag ik dus zo op Pinterest. En het zag er gewoon zo leuk uit, dus nu heb ik het. Oké, wist jullie nog die trui van het vorige beeld? Ik heb hem toch in een andere maat besteld en die andere teruggestuurd. Ik twijfelde het dus wel. Daar is hij weer. Deze keer heb ik in maat 164 besteld. En ik hoop dat deze wel goed gaat zijn. Ja, dit ziet er al veel beter uit. Ik heb alleen wel een spijkerpak aan. Dus hoe ik dit ga aandoen, dat gaan we even zien. Hij is perfect. Kijk, dit is de achterkant. Ik heb nu even mijn joggingsgoed er maar onderaan gedaan. Maar zo wou ik dus dat hij zat. Oh, ik ben echt heel blij. Oké, jongens, pakketje. Ik zit echt in een fase dat ik alles bestel wat ik zie. En alles ook met Klarna betaal. Let trouwens niet in mijn hoofd, want ik ben me aan het klaarmaken om uit te gaan. En wat er in het pakketje zit, heb ik nodig. Dus daarom heb ik mijn make-up nog niet gedaan. Ik ben hier zo benieuwd naar. Oké, waarom zit dit er nou weer allemaal in? Oké, het zijn 2 Meroda Color Changing Foundations. Want er was een actie blijkbaar 1 plus 1 gaat. Ik was hier zo benieuwd naar. Ik dacht eerst, ja, het zal wel allemaal die Color Changing Foundation. Maar toen dacht ik, Klarna bestaat. Waarom bestel ik het niet gewoon? En een dag later was het al binnen. Maar als het goed is, er kan niet veel verkeerds aan zijn. Want het verandert naar je kleur of het moet niet werken. Oh, dit was wel €35. Maar ja, ik heb er dus 2 voor 35 gekregen. Dus op zich. Nou, het is dus wit. En we gaan het meteen uittesten, jongens. Oké, daar gaan we. Als het nu, het is wit nog steeds. Gaan
laat dit veranderen van kleur. Of ja, van kleur. Het trekt gewoon in mijn eigen huid of zo. Ik heb die lamp even iets minder extreem gedaan. Ja, wat is dit voor kleur? Is dit mijn eigen kleur? Ik gebruik dus altijd, eigenlijk bijna altijd, foundation ook gewoon als concealer. Want ik doe nooit, ik vind altijd als je lichtere kleur dus gebruikt, want concealer is natuurlijk altijd een lichtere kleur dan je foundation. Maar ik vind dan juist dat je wallen opvallen, want dan krijg je zo'n witte plek onder. Of ik doe het misschien niet goed hoor, dat kan ook. Oké, wat vind ik ervan? Nou, trouwens, het is niet wit. Mijn huid is gewoon wit. Dit is gewoon mijn eigen kleur. Want kijk, ik zie geen verschil met mijn nek. Dit is gewoon perfect. Je kan nooit meer een oranje hoofd hebben en een witte nek. Oh, ik heb ook nog even van dichtbij gekeken nu. En de structuur of zo, hoe heet het? De dekking is ook echt goed. Het is gewoon glad. Het is gewoon mooi. En het ziet er ook gewoon heel luxe uit of zo. Dit met het gouden. Nou, love it. En ik heb er meteen twee. Jongens, ik weet niet of die actie nu nog is of die video online staat. Maar toevallig keek ik toen ik dat wou bestellen. En opeens was het 1+1 gratis. Dus ik heb weer een pakketje binnen. En hij is van Fashion Tiger. Ik heb namelijk een jurkje besteld voor kerst. Er komen echt zoveel pakketjes. En jullie gaan nu echt heel veel beelden achter elkaar zien. Ik denk iedere dag wel iets. Of misschien één dag meerdere pakketjes. Dit is zo'n jurkje met een soort van t-shirt. Achtig iets. Kijk, en dan zo'n rokje eraan vast. Heel leuk. Oh jongens, dit is zo jammer. Ik heb hem aan. Maar je ziet het nu nog niet, maar hij is veel te kort. Dit is gewoon maat SM volgens mij. Ik weet niet wat er is, want ik ben helemaal niet lang. Ja, ik ga de achterkant maar niet inslaan. Het kan gewoon niet langer dan dit. Dit is het rokje. Sorry, maar zo lang ben ik niet. Hoezo passen al die modellen dat wel? Zo, ik vind het heel zonde, want kijk hoe leuk dit is. Oké, dus een paar uur later en het volgende pakketje is binnen. Ook van Fashion Tiger. De kerstboom staat trouwens ook net op. Ik ben zo dom om gewoon twee keer achter elkaar te bestellen, omdat ik daarna nog iets leuk zag. Oh, ik ben hier zo benieuwd. Ja, kijk. Een beetje zo'n wijdere broek met dit printje. Maar ik draag dus nooit echt dit soort broeken, dus ik ben zo benieuwd of dit leuk zit. En hier kan je dan gewoon een wit topje op doen. Waarom zit dit zo... Qua lengte is hij trouwens goed, want hij is nu ietsje te lang, maar ik heb nu geen schoenen aan. Dus dat is perfect met laarsjes. En ik vind hem ook helemaal niet zo breed, alleen hij is heel hoog. Het is wel echt een heel leuk printje. Ja, nee, ik denk dat hij toch wel goed is. En dan moet je hier even een leuk wit topje op doen of zo. En dan is het wel leuk. Het is een dag later en we hebben weer een pakketje binnen. Ik heb trouwens nu ook mijn trui aan, die ik ook een paar dagen geleden had unboxed. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb... Oh my god, deze is echt mooi. Ik had deze dus in het klein en die is bijna op. Dus ik dacht, ik bestel in het groter. Maar dit is dan de rich cream, in plaats van de gel cream. Deze kleur. Dit lijkt wel zo'n Drake Elephant dingetje. Ja. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Ik wil dit opdoen. Oh, kijk. Oké, ik ga er heel zuinig mee zijn. Want tot mij was het echt weer €15 voor een flesje. Oké, poging 2 van een kerstjurkje proberen te vinden. Ik heb nu bij Test 4 besteld. En hopelijk is deze wel goed. Oké, dit is gewoon een zwart jurkje. Maar achterop zit zo'n hele leuke strik. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Dus ik ga hem even aantrekken. Oké, ik heb hem aan. Hij is wel weer een beetje kort. Maar kijk even de achterkant. Hier heb je dan zo'n strik. En wij gaan dus met kerst naar Parijs. Dus dit kan ik ook in Parijs aandoen. En je hebt dus heel leuk zulke wat wijdere moutjes aan de onderkant. Ik ben hier heel blij mee. Ik heb een pakket binnen. Van Loki. Dit is een samenwerking, dus deze keer heb ik niet zelf betaald. Toch nog even iets goeds. Oh, ik heb leuke dingen. Als eerste deze trui. Oh, ik vind het echt heel leuk. Oké, dit is hem. Hij jeukt alleen wel een beetje door deze binnenkant. Maar dan heb ik een jurkje besteld. Dit is een beetje zo'n dunne stof. Er staan hier leuke zwarte laarsjes of zo onder. Kijk, ik ben heel benieuwd of dit leuk gaat zijn. Oké, dit gaan we natuurlijk ook even aandoen. Kijk hoe leuk dit jurkje is. We gaan weer even 85 meter naar achter lopen. Even een keer wat anders dan normaal of zo, maar wel heel leuk. Dan het laatste ding. Heb ik alweer een blouse gedaan. Dit is een heel leuk, ja, basic wit blouseje. Vergeet niet om die ook nog aan te trekken, maar die is gewoon... Oké, dat was logisch. Nu het volgende pakket. Ik denk dat dit van Temu is, aangezien het in een grijze verpakking zit. Oh, dit is wat ik denk dat het is. Oh my god. Oké, ik had dus echt een warme trui nodig. Dus dat heb ik besteld met wol als vulling. Oh, dit is toch perfect voor 's avonds. Oké, het ziet er misschien niet heel mooi uit. Het is echt gewoon heel groot. Oh, dan hebben we nog een heel pak hiervan. Een hele pyjama. Hier ben ik zo benieuwd naar. Kijk, die binnenkant. Oké, en dan is nog een trui die erop hoort. Dit is gewoon de deken. En die heb ik nu gewoon aan als pak. Deken. Kijk, hier die broek. Het zit ook gewoon perfect. Oh, dit zit zo lekker gewoon die broek. Oké, jongens, volgens mij is dit het laatste pakketje van deze video. Want volgens mij komt er voor de rest niks meer aan. Maar dit is van Stradivarius. Ik had namelijk wat leuks voor kerst besteld. En het is een rood off-shoulder truitje. En ik dacht dat het dus heel leuk voor... kerst en dan als ik hier rode lippenstift bij doe. Oké, jongens, ik vind hem echt heel leuk. Kijk, hij is gewoon tot en met hier. Dus maar het is eigenlijk wel perfect, want je hoeft hem niet in je broek te doen. Maar het zit er ook gewoon net zo boven. Dus. Oké, het volgende pakketje is binnen. Die is van Parfumado. Ik heb mijn abonnement stopgezet, want ik vond het een beetje te duur iedere keer. Maar dit is dus mijn laatste. Dus ik ben benieuwd welke parfum ik ook weer had gekozen. Oh, ze hebben een hele nieuwe. Ze hadden laatst al papier. Dat was het eerst plastic, toen papier. En nu hebben ze dit. Het is ijzer of zo. Wel mooi. Oh, hier staat al op. Het is deze zadige geur. Oh, dit doet gewoon zo. Nou, deze geur ken ik al, maar ik dacht, ik wou niet die hele kopen, dus ik doe gewoon zo'n klein flesje. Dat was mijn laatste pakketje van alle unboxingen.
delen. Anders blijf ik maar doorgaan. Dus misschien komt er nog wel een keer een video. Maar dit was dan voor nu even het laatste. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. En als je nog een vraag hebt over een link naar iets of zo. Waar ik iets heb gekocht, moet je het even in de reacties zeggen. En dan zet ik het wel even in de beschrijving of zo. En tot de volgende video. Doei!